Is this real life or is this just fantasy? We waren erbij. We maken het mee en geen t-shirt met I was there. Waarschijnlijk de meest indrukwekkende gebeurtenis in ons aller leven voltrekt zich onder onze ogen. Er is ook een heel klein beetje goed nieuws in alles wat er gebeurt. Tipping point of niet, we gaan het zien, terugkijkend over een jaar of die vleugels die digitale zorg nu gekregen heeft, met videoconferencing, monitoren op afstand, data-analyses en informatie voor iedereen in begrijpelijke taal, stand houden. We zijn jarenlang zwanger geweest van de daadwerkelijke geboorte van digitale zorg, die nu met een spoedbevalling ter wereld kwam. Veel bureaucratie is aan de zijlijn gaan staan, of gezet, want dingen moesten in één keer snel. Dingen konden ineens wel. Met een speciale commandostructuur nu, en wel wat anders aan hun hoofd, hebben de mensen ook geen tijd om te gaan nuilen. Maar dat komt straks gewoon weer terug, denk ik. Straks goed kijken wat wel kan, wat moet en wat mag, en waar nodig wet en regelgeving aanpassen. Niet alleen professionals, maar ook patiënten en families hebben hier nu gebruik van gemaakt. De geest is uit de fles. Zowel op interventies als onderzoek is met stoom en kokend water gekeken welke delen van het proces echt waarde toevoegen en welke niet. Hoe met zo weinig mogelijk inspanning, lees tijd, wel verantwoorde processen ingericht konden worden. Alle lucht is er uitgeperst. Het is een soort van reset, denk ik, op veel vlakken. Hieruit komen innovaties voort die daadwerkelijke impact zullen hebben. De staf zal ook geen vertraging omwille van het proces meer accepteren. De overheden en verzekeraars doen er goed aan om zich hier op een verantwoorde manier mee om te gaan en eraan te binden. En dat doen ze gelukkig, op voortreffelijke wijze. De echte piek moet er echter nog aankomen. Als eenmaal de zorg een restart gaat krijgen, de IC-druk het enigszins verlicht zal worden, dan, als de adrenaline eenmaal weg kan vloeien en ook de energie een klap krijgt, dan weten we dat mensen door het ijs zakken. En juist op dat moment komt de volgende piek, waar we flattende curve van moeten gaan bewerkstelligen. Ik schreef er een artikel over op mijn LinkedIn-blog. En ook op dat vlak hebben we innovaties, strakke processen, zonder red tape en met creativiteit keihard nodig. We zijn er nog niet. Nog lang niet. Dit is pas het einde van het begin. Geen fantasy, maar real life.